Dag vriendjes, hier ben ik weer en Camille is er ook bij. Zien jullie hem? Ja, we gaan vandaag weer een oefeningetje doen. Goed, doen jullie mee? Ik ga even mijn kaartjes nemen. En ik ga het eens vertellen wat we gaan doen. We gaan vandaag terug hakken en plakken. Weten jullie wat dat nog is? Dat is wel al een tijdje geleden en we hebben dat ook al een beetje geoefend. Dat is bijvoorbeeld dat ik een woordje zo in lettertjes hak, in stukjes hak. En jullie moeten dan denken, welk woordje zou dat bijvoorbeeld zijn? Bijvoorbeeld, u, rrr. Wat zou dat dan kunnen zijn? Dus je denkt, u, rrr, muur. Dat is het woordje, muur, dat ik heb gezegd. Gaan we het eens proberen? Oké, wacht hè. Dus hier liggen 20 van die kaartjes. Dus we kunnen 20 punten verdienen. En ik ga eens kijken wat ik hier heb. Ik heb peer, noot, zak en tak. Dat is nu toevallig. Zak en tak, dat rijmt. Maar rijmen, dat gaan we nu niet doen, hè. Oké, dus jullie raden welk woordje ik in stukjes hak. Oké. Noot. Ik ga het nog eens zeggen. Noot. Wat zou dat kunnen zijn? Noot. Heel goed. Noot. 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 Oké, dat is al één punt. En er komt rok bij. Nu zeg ik... E-r. Ik zeg het nog een keer. E-r. Is dat peer, rok, zak of tak? Eer. Peer. Ja, oké. Dus we hebben al 2 punten. Camille, zijn aan het opletten, hè? Ja? Oké. We gaan er hier nog eentje bij doen. Wat is dat hier? Vaas. Oké, dus ik heb vaas, rok, zak en tak. Ra, 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 welk woordje zeg ik nu? Z, a, zeg het nog een keer. Z, a, k. Dat is het woordje zak. Hebben jullie het goed? Hadden jullie het goed gehoord? Z, a, k. Zak. Zo, al 3 punten. Ik ga er terug eentje bij doen. Pet. Ra, 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 welk woordje zeg ik nu? R, o, k. Zeg het nog een keer. R, o, k. Kunnen jullie die lettertjes aan elkaar plakken? Welk woordje zeg ik? Rok. Ja, hadden jullie dat juist? R, o, k. Rok. En je kan thuis misschien eens meedoen, hè? Zo hakken in stukjes. R, o, k. Rok. Dat moeten wij in het eerste leerjaar ook leren, hè, volgend jaar. Nu is er muis bijgekomen. Ra, 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 welk woordje zeg ik nu? T, a, k. Ik zeg het nog eens. T, a, dus denk maar eens goed na. Probeer die lettertjes, die klankjes aan elkaar te plakken. T, a, k. Tak. Ja. Tak is het juiste antwoord. Dan er terug eentje bij doen. Aha. Zon. Oké. Welk woordje zeg ik nu? E.
Wat denk je? Pet. Ja, we kunnen het nog eens hakken. Pet. Pet. In 3 stukjes hakken we het. Oké, komt er weer eentje bij. Maan. Komt er nu bij. Oké, ra ra ra, welk woordje zeg ik? Vaas. Oh, goed. We gaan nog eens hakken in 3 stukjes. En doe thuis maar mee, hè. Oké. Komt er weer eentje bij. Dit is boor. Boor. Ra, ra, ra. Welk woordje zeg ik? Mus. Ja. Oké. Nu hebben we wel al veel punten, hè. Gaan er terug eentje bij doen. Dit is een boog. Ra, ra, ra. Ik zeg... Maan. Ja, kunnen jullie hier nog eens thuis meedoen? In stukjes hakken. Maan. Zo. Oké, weer een punt erbij. En nu komt er leeuw bij. Ra, 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 wat zeg ik? Wat zou dat zijn? En jullie kunnen het meezeggen met mij, hè, thuis. Wat zeggen jullie? Zon. Goed. Zon. Oké. Dat wordt hier al een beetje minder, hè, dat stapeltje. Ik ga er een keer eentje bij leggen. Nu zijn er veel meer, hè. Nu zijn er 1, 2, 3, 4, 5. En boek is erbij gekomen en beer is erbij gekomen. Oké. Ra, ra, ra. Welk woordje zeg ik? B. O. R. Denk maar goed na. Boor. Goed. Hak maar nog eens mee met mij. B. O. Rrr. Boor. Hopsakee. Die mag er ook bij. En de kaas komt erbij. Dus boek, kaas, boog, leeuw, beer. Ra, ra, ra. Welk woordje zeg ik? B. E. Rrr. Beer. Hadden jullie het juist? Zullen we het nog eens doen? B. E. R. Beer. Hopsakee. Komt er weer een bij. Zijn de laatste. Nu is sok erbij. Welk woordje zeg ik? B. O. Boog. Oké. Ja, ik ga een beetje sneller, hè. Ik ben benieuwd of jullie het ook kunnen als ik een beetje sneller ga. Hè? Dan wordt het een beetje moeilijker. En nu komt boot erbij. Goed. Eens kijken. A. S. K. Ik heb een klein beetje geholpen voor wie het nog een beetje moeilijk is. Voor wie het nog een beetje moeilijk vindt. Dus kaas. Weet je het nu?
Kaas. Dus aan de mama's en de papa's, als jullie merken dat het nog een beetje moeilijk gaat, dan kan je de eerste twee klankjes aan elkaar plakken al. En enkel het laatste bijvoorbeeld er niet bij doen. Hè. Dus eigenlijk in twee stukjes hakken in plaats van in drie. Ik zal het bij het volgende ook nog een keer doen. Oké, dus nog een keer een gemakkelijke. Hè. Ik ga het eerst in drie stukjes hakken. B. Wie het thuis al weet, heel goed. Hè? Nu ga ik het een beetje gemakkelijker doen. Boe. K. Dus. Boe. K. Wat horen jullie als je het aan elkaar plakt? Boek. Zie je? Dus dat is een beetje makkelijker. En jullie kunnen dat thuis misschien met mama en papa ook eens doen, hè? En nu is het laatste kaartje erbij gekomen. Dit is oor. Want er staat een pijltje bij het oor. Oké, ga terug moeilijk doen, hè. Ra, 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 welk woordje zeg ik? L, e, leeuw. Oké, we gaan het nog eens hakken. L, e, leeuw. Oh, nu zijn er minder. Nu is er eentje minder. Dus nu zijn er vier. Welk woordje zeg ik nu? S. O. K. Sok. Goed. Hadden jullie het? S. O. Oké, nu is er weer eentje minder. Nu zijn er drie. T. O. M. T. O. M. Ton. Wisten jullie nog dat dit ton was? Zo. Oké, en nu zijn er nog twee. Nu is het gemakkelijk, hè? Ra, 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 wat zeg ik? O. R. Oei, nu zijn er maar twee stukjes. O. R. Dat is. Oor. Wauw. Goed. Kijk eens wat een grote stapel dat wij al hebben. En ja, bij het laatste, bij boot, nu moeten jullie thuis zelf eens proberen om het in drie stukjes te hakken. En je doet maar mee met je hand, zoals ik doe. Zo, zo. En zo. Boot. Hebben jullie het eens geprobeerd? Dan gaan we het nu eens samen doen. Boot. B. O. T. Boot. Nog een keer. B. O. T. Boot. Voilà. Gelukt. Boot. Zo, dat was het. Tot de volgende keer. Dag.